Ik ben Jo van den. Ik ben Jan van de Meulengraaf. Ik ben Ant van Meurs. Ik ben Harry van Dijk. Ik ben Wil van der Heijden. Nou, mijn naam is Wout Hazenberg. Ik ben Piet Snijders. Mijn naam is Jan Verhagen. Ik ben Jan Sporenberg. Ik ben Jan Pijnenburg. In de oorlog heet ik Greetje Adelaars. Riet Krijns Doms. Ik ben Toos van Almeide, Baaiens. Mijn naam is Jo van Riel. Zuster Krijns, ik was de leerling verpleegzaam. Er is ook nog een keer een bombardement geweest, dat was vlakbij het station. Dat was Bekkers toen. Hotel Bekkers. Het hele stationsplein is verdwenen met die huizen en die cafés die ervoor stonden. En die Duitsers die zijn weggevlucht. En die kwamen bij ons door de Merheimstraat, kwamen die langs. Vluchtend op een moment en of de duivel op de wielen zat. Reden die wagens op een gegeven moment. Dan ging die snel genoeg, sprongen uit de wagens en van de wagens af. En liepen de wagens rijdend voorbij. Dus zo bang waren die mensen op een gegeven moment. Ik heb nooit zo'n angstig moment, denk ik. En wij stonden langs de weg te kijken. Eerst zie je al die gebouwen en dan ineens zie je alleen maar puin. Hè? En dat is heel gek. Elke avond rond 11 uur vulde de lucht zich met een eindeloos gebrom van vliegtuigen. Dat duurde een uur, soms wat langer, dan werd het stil. En dat ging elke dag door. Rond 11 uur begin, rond 12 uur half 1 opgehouden, rond 3 uur begon het weer. En na een uur of anderhalf werd het weer stil. 'S Nachts lag je in bed en met de oogjes dicht. En dan hoor je dat sonore gebrom. Dat maakte mij niet bang, maar meer een geruststelling. Ah, die Duitsers die krijgen nou op hun donder. De meeste luchtgevechten waren 's nachts te doen. Je hoorde dat die vliegtuigen, dus de bommenwerpers overgingen. Die lagere, die gevechtsvliegtuigen, die zaten een stuk lager. En je zag ook wel eens af en toe die lichtflitsen wanneer ze op elkaar schoten. Op een van de avonden dat die vliegtuigen weer overkwamen, werd er een vliegtuig geraakt. Dat was in de nacht dat er bij ons een bom ontplofte. De volgende dag gingen we op onderzoek uit waar die bom gevallen was. Dat was vlak bij ons, een 150 meter verderop. We zijn met de buren daar gaan kijken. Als het luchtalarm afging, dan hoorde je dus een sirene, zoals je nu tegenwoordig ook eerste maandag van de maand altijd die sirene. In die trant was het toen ook. Het was heel indringend geluid hoor. Dan konden we, als je binnen was en waren ergens mee bezig of zo, kon het best goed horen. Iedere keer die sirenes gingen, dan was er iets aan de hand natuurlijk. Er werd beschoten of werd gebombardeerd of iets. En dan wisten de mensen dus dat je moest gaan schuilen. Mensen die in de buurt woonden, die kwamen allemaal van de hele Brukkelse straat en van de Wilhelminastraat. En mensen die het wisten en die vlug genoeg nog ter been waren, die konden lopen. Als er luchtalarm was, dan kwamen die mensen allemaal vlak langs de huizen gelopen. Allemaal voor bij ons in de schuilkelder. Wij liepen dus die 35 meter naar achteren, wilden we lopen. Maar ondertussen hebben we misschien wel 3 keer op de grond gelegen, omdat er granaten overfloten. Die op de hoek woonde, dat was van Eindhoven. Die had er een gebouwd met een kleine vrachtwagen had die ingegraven en daar zaten we onder. Daar hebben wij met heel de buurt, vooral als die bommen overkwamen, heel de buurt is een beetje overdreven, maar toch wel, ik denk, een zestal gezinnen, 's nachts in geslapen. En dan lagen we snel op de rij, op een strooi, er waren dekens. Als je daar met een stuk of 10 kinderen bent, want van de buren waren er ook bij en zo, dan ben je al gauw ergens anders mee bezig als met het gevaar. Als kind gingen wij gewoon spelen en we zagen die Duitsers en in principe vonden we het nog wel leuk ook.
af en toe op een middag een heel spannend moment, want we zaten toen in de schuilkelder en toen werd er op de deur gebonst en toen stonden er een paar Duitsers voor de deur. En mijn moeder maakte open en die waren met hun revolvers aan het schieten op de vliegtuigen die overkwamen. Die zaten vrij laag, maar die stond wel bij ons in de gang. Vlak bij de Boerenbond op de Kapelweg stond een kanon. Dus daarmee hebben ze geprobeerd die vliegtuigen te beschieten. Een andere vlak, dat was ook een luchtafweerkanon, stond in de Marijmstraat boven op het platte dak van steenhouder Van Oort. Drie huizen voor ons, dat was schuin tegenover de boerenschool, stond een afweergeschut. En s'avonds, dan gingen die zoeklichten aan en dan kwamen er vliegtuigen over dus. Was er een vliegtuig in die schijnwerper, dan was er bijna geen ontkomen meer aan. Ons speelterrein waren de Campina, of de huisvennen eigenlijk. Toen we daarvan terugkwamen, toen zagen we op afstand, ik denk dat het hooguit 200 meter was, maar zeer duidelijk te zien, 6 Spitfires die dus een trein beschoten van de Duitsers. Ene dook naar beneden, schoot op die trein en ging daar weer naar boven. En zo volgden er een stuk of 5, 6 vliegtuigen om zo'n trein te beschieten. En dat was zo angstig, want die hulzen van de vliegtuig die roffelden over dat golfplaat dak van die veranda heen. Ja, dat ging allemaal met die mitrailleurs. Wij vonden dat fantastisch natuurlijk, dat we dat konden zien. Die vlogen dus heel erg laag, de eerste over de trein om te waarschuwen. Die trein stond acuut stil, want we vlogen ongeveer naar elkaar. En die man zegt, loop eruit en niet richting locomotief. Locomotief was doorzeefd. Dan werden we toegedrongen. Toen waren we zo dicht bij het vuur op een gegeven moment dat we in de greppel zaten. En dat het bij ons gebleven. En toen moesten we allemaal knielen in die slootkant. En toen kregen we de pauselijke zegen, omdat we in de doodsnood waren. We staan daar te kijken en in één keer komen daar een paar Duitsers op ons afgelopen en roepen en schreeuwen en gillen. En wij dachten dat zij ons moesten hebben, maar wij stonden het niet. Dus wij liepen zo hard als we konden weg en ik liep achteraan. En er liep een Duitser achter, maar die liep nog harder als ik en die riep. En ik, nou ja, hoe harder hij riep, hoe harder ik probeerde te lopen wel. In één keer verder hebben we naar kraag gegrepen en toen in de sloot getrokken. En toen wees hij erop dat er weer een vliegtuig aan het duiken was om weer te gaan schieten. Dus in plaats van dat hij mij iets wilde doen, heeft hij in feite eigenlijk mijn leven gered. Vliegtuigen die neergestort waren, daar kon je soms zo inlopen, maar soms zaten er ook deurtjes in. Wat we trachten mee te nemen was, als het kan, kleding, een jack, persoonlijke dingen misschien, alhoewel weinig kan ik me herinneren, het ging meer om materialen. Ik had, dat vond ik eigenlijk het mooiste, ik had een heel mooi rond waterpasje, koper, met de belletjes dus in het midden. Ja, en daar lagen van die mooie blinkende tandwielen uit die motoren en een stuk radio en zo. Aluminium leidingen, pijpen. En van die aluminium buizen kon je schitterend ringen maken. Je zaagde een stukje van die buis af. Je gaf die ring verder vorm, want aluminium is erg goed te bewerken. En tenslotte poetste je dan zo'n ring mooi glad en blinkend met bijvoorbeeld heel fijn schuurpapier als je dat had. Maar het ging ook met de zijkant van een luciferdoosje. 'S morgens gingen we de zilverpapiertjes oprapen, want toen waren net de korenvelden gemaaid. En die papiertjes waren heel goed te zien. En dat waren zilverpapiertjes die dienden om de radar van de Duitsers te misleiden. En dan gingen we dus die aluminiumplaatjes, die gingen we verzamelen. De Duitsers die eisten van jonge mannen van 18 en ouder dat ze zich kwamen melden om naar Duitsland vervoerd te worden, om daar in de wapenfabrieken te gaan werken. De mensen die naar Duitsland werden vervoerd, die werden eigenlijk in de plaats gezet van de soldaten die aan het front stonden en moesten. Mijn oproep voor Duitsland lag in de bus. Moest me melden. Ja. Toen had ik gehoord al, bij geruchten, als je het nou heel erg in je rug hebt,
dan kan niemand constateren of dat waar is of niet. Dus ik had de Sanderendaars heel erg in mijn rug. En het was lekker mooi zomers weer, dus in bed, dekens en weet ik wat. En de dokter gebeld. Dokter Willems. Die kwam. En ja, wat is het? Ja, gruwelijk pijn in mijn rug. Ik kan verdorie niks meer. Ja, dat zie ik wel. Ja, het enige wat je kunt doen is rusten. Ik zei, ja, maar kijk hier, ze hebben een oproep. Ja, dat kan, dat regel ik wel, zegt hij. Goed, dan komt dat verhaal dus dat je in bed ligt. En af en toe dan beginnen die dokters te komen, de ene en de andere. Van het arbeidsbureau en andere huisartsen en de specialist. Op een gegeven moment komt er een Duitse dokter. En ook allemaal geklopt en gedaan. Maar die was allemaal op mijn rug bezig en kloppen en luisteren. Op een gegeven moment vraagt hij dan, hebt u ooit habensie? Hebt u ooit pleuris gehad? Ik zei, ja, natuurlijk had ik pleuris gehad. Als hij gevraagd had, had hij ooit de zwarte pest gehad, had ik ook de zwarte pest gehad. Hè. En daarop heb ik dus een half jaar uitstel gekregen. Had ik ook een Auschwitz voor. Toevallig ook een buurjongen van ons, die was toen een jaar 18, 20. Die hebben ze dus de plaats op zien gaan. Ze zijn de straat ingekomen, zijn bij die mensen achterom gegaan. En die moeder die zei van, nou dat kon dus niet hè. Maar die zoon die lag onder de divan. Terwijl dat de Duitsers, die twee Duitsers daar binnen waren. Maar die hebben dus niet onder die divan gekeken. En die zijn weer gegaan en die hebben wel gezegd, als die jonge man zich niet meldt, dan wordt hier heel de buurt platgeschoten. Verder nog dat de Duitsers wel eens een razzia hielden tussen de twee overwegen in. En als dat niet voor gewaarschuwd was, dan liepen daar mensen in de val voor de arbeidseinsatz. Dus daar moesten mensen in Duitsland gaan werken. En dan keken ze niet of die 18 jaar was of 55, nee. Ze gingen voor de bijl en dan werden ze gelijk meegenomen. Er waren die draverijen daar en daar kwamen heel veel boerenjongens. Kwamen er ook op af, hè? Die boerenpaardenliefhebbers en daar kwamen daar op af. Die hadden paardengestalte daar en toestemmen. En dan op een gegeven moment werd het niet, alles werd afgezet. En dan hielden de Duitsers hielden de razzia daar. Hè? En dan moest iedereen moest door die paar wijken die zitten waren, moest eraf. Ja, en die geen Auschwitz had, ja, die ging mee. Hè? Die ging in de vrachtwagens en die werden afgevoerd. Iemand die onderduikt, die kiest ervoor om niet opgepakt te worden door de vijand. En die ging dus van zijn eigen dorp of stad ergens naar een boerderij of naar mensen waar hij veilig kon wonen, zonder dat hij opgemerkt werd. Die sliepen niet in de huiskamer of in een slaapkamer, die sliepen op de shelf. Die moesten met een ladder naar de hooizolder klimmen, 's avonds, en die sliepen in het hooi. En dan werd de luik, waardoor ze naar boven konden, dichtgeslagen en niemand wist waar ze waren. De onderduikers, of ze nou uit de burgerij kwamen of uit de stad, dat werden eigenlijk jonge boeren. Want die moesten mee het land op, die moesten ploegen met paard rijden, die moesten leren melken. Er zijn onderduikers geweest bij ons die er een paar jaar waren. En dat waren bijna volleerde boeren geworden. De stroofabriek die kreeg stro van de boeren. Die werden enerzijds gebruikt voor het maken van strohulzen, als flessenverpakking voor wijn en dergelijke. En aan de andere kant kregen die boeren dat stro weer terug in geperste pakken stro. Omdat dat makkelijker te vervoeren was en op te slaan dan allemaal losse stro die ze van het veld afhaalden. De Duitsers die hadden in de gaten dat je met die pakken stro ook heel goed verdedigingen kon maken bij loopgraven en zo. De Duitsers eisten dat al het stro wat in die fabriek gemaakt werd, geleverd werd aan de Duitse Weermacht. Toen heeft de ondergrondse hier uit Boksel besloten om de fabriek in brand te steken. En dat is op een goede avond gebeurd. Over twee spoorlijnen heen kon je een enorme brand zien. Het was licht, bijna als overdag. Overigens was mijn opa
ook gewaarschuwd, notabene door goedwillende Duitsers, van dat hij op moest letten en moest zorgen voor een veilige aftocht in geval dat zou gebeuren. Het distributiekantoor, daar hebben ze toen ingebroken, hè, toen de tijd. Als je voor die onderduikers eten moest hebben, dan kon je alleen als je bon had. Dus die bonnen die ze weghaalden op het distributiekantoor, die konden ze gebruiken om eten te kopen voor die onderduikers. Twee keer hebben ze hem overvallen, maar toen hadden ze hem ook vastgebonden. En toen zeiden ze, ja, daar kun je niks aan doen. Want ja, hij had een panische angst voor geweren. Dus die hebben ons vastgebonden zitten. En ja, toen hebben ze alles meegenomen. Toen kwamen ze morgens in Duitsland, zaten wij vast op die zool. Ik kon wel bij die mannen in de kast, in die pakken rommelen, om te kijken of ik daar een identiteitsbewijs kon krijgen. Maar het was wel gevaarlijk, want ik was de leerling verpleegster en het was eigenlijk gewoon ordinaire diefstal. Niemand wist dat ik bij het verzet was. Dus ik moest bij iemand, willekeurig iemand, daar een identiteitsbewijs weghalen. Was dat niet spannend? Ja, dat was zeker spannend. Dat vond ik heel vervelend. Maar ik heb het wel gedaan en ik heb het ook gekregen. Maar hoe kom ik aan een identiteitsbewijs van een vrouw? Want ik kan een van de verpleegsters van de vrouwenafdeling, niemand weet dat ik bij het verzet ben, die kan ik niet vragen, want die kan ik ook niet, weet ik niet of ik die kan vertrouwen. Dus hoe kom ik aan die, aan een identiteitsbewijs van een vrouw? Ja. Dus ik s'avonds naar huis en het identiteitsbewijs van mijn moeder. En dan nam u dan mee en zij moest dan een nieuwe aanvragen. Ja, natuurlijk. Want haar moeder heeft nooit geweten. Nee. Nooit geweten waar haar identiteitsbewijs is gebleven. Pastoor van Bezouwen die heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onder de oorlog. Omdat hij dus zoveel mogelijk mensen heeft geholpen die hulp nodig hadden. Maar ook als een soort verzetsdaad. Daarvoor is hij opgepakt en is hij getransporteerd naar het kamp Vught. Heeft hij een aantal maanden gezeten. Krat van Meijden had een handel in Mijnhout, dus die vertoefde heel vaak in de bossen van Campina vanwege zijn zaak. En oom Toon die had veel land in huur in de Campina bij de natuurmonumenten. En die zagen en die spraken elkaar heel dikwijls. Eten voor de airborns, daar werd dus verzameld onder andere bij de boerderij van oom Toon. En dat werd of opgehaald bij de boeren in de omgeving, vooral op de Roond, of die brachten het. En via die mensen konden ze dus wel aan eten komen. En het meeste natuurlijk door spontaan geven van die boeren en zo. Die hadden melk genoeg en dan bakten ze weer eens wat meer brood en zo. De andere keer kreeg ik een boodschap. Er zijn twee Engelse piloten en die moeten daar en daar opgehaald worden. In Veghel, op een adres. En dan moet u zorgen dat u op ongeveer die tijd op het station bent. En dan zal er iemand zijn en die zal die twee van u overnemen. En die heeft dat volgende wachtwoord. De Duitse regering, de hele Hitlerbeweging, die was zo ontzettend doorgeslagen dat ze op mensen gingen jagen, op groepen mensen. Voor het Joden moesten uitgeroeid worden. Die moesten van de aardbodem verdwijnen. Honderdduizenden werden er opgepakt. Als iemand een achtergrond had van een zigeunerfamilie, ook die moesten uitgeroeid worden. Tegenwoordig zeggen we, iemand is homoseksueel of lesbisch. Die woorden die werden toen nog niet uitgesproken, maar als iemand verdacht was dat hij een relatie had met een vriend of met een vriendin, ook die moesten uitgeroeid worden. De Duitsers die wilden alles vernietigen wat afweek van hun idee van hoe de mens moet zijn. Dus dat was verschrikkelijk. Er zijn honderdduizenden mannen, vrouwen vermoord vanwege de liefde.